Nu ben ik 22 weken alweer onderweg en voel ik me eigenlijk heel goed en kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Toen ik 16 was, bleef mijn menstruatie uit en kreeg ik op een gegeven moment echt last van hoofdpijnaanvallen, eens in de zoveel tijd. En toen ben ik naar de huisarts geweest en die heeft bloed geprikt en daar kwam toen uit dat ik een te traag werkende schildklier had. En die heeft mij doorverwezen naar de kinderarts, want ik was nog minderjarig. En die heeft toen nogmaals bloed geprikt. Toen is inderdaad weer bevestigd dat ik een te traag werkende schildklier had. En die heeft toen nog wat lichamelijk onderzoeken gedaan, volgens mij. En daarna heeft ze me eigenlijk al heel snel medicijnen voorgeschreven. En dat is toen langzaamaan opgebouwd. Dus toen moest ik, om de 6 weken moest ik bloed prikken. En toen is dat steeds met een half tablet is dat opgebouwd totdat ik op de juiste dosering zat. En toen dat eenmaal zo was, is het ook weer teruggelegd bij de huisarts en ben ik daar verder onder behandeling gesteld. Mijn partner en ik kregen een kinderwens. En toen heb ik naar de huisarts, of aan de huisarts gevraagd. Wat dan de consequentie was voor mijn schildklier. En zij gaf aan dat ik dan echt wat strakker ingesteld moest worden. Dus ik moest weer mijn bloed laten prikken en laten checken op de waarden. Dat moest strak ingesteld zijn. En daarna was het wachten totdat ik het goede nieuws mocht komen brengen natuurlijk. En toen dat eenmaal zo was, ja, toen moest ik weer opnieuw ingesteld worden, maar moest het echt opgehoogd worden. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo, alleen moet ik dan om de 4 tot 6 weken moet ik dan bloed prikken om te kijken of mijn waarden nog steeds goed zijn. Meestal is er niks aan de hand. De afgelopen keer was het alleen ietsjes gedaald. Toen heb ik nog even extra laten navragen of het dan allemaal goed was, maar het was allemaal nog binnen de marges. Nu zit ik te wachten op de bevalling en tot die tijd zou ik elke 4 tot 6 weken nog even moeten prikken. En daarna mag ik als het goed is weer terug op mijn oude dosering. Mijn tip aan vrouwen met een schildklieraandoening en een kinderwens zou zijn, lees je goed in, ga op onderzoek uit en ga echt even kijken op de website van de schildklierorganisatie, want daar kan je veel betrouwbare informatie vinden over een schildklieraandoening en zwangerschap. En op deze manier ben je gewoon goed voorbereid op een gesprek met je huisarts. Op het moment dat hij of zij dan komt met bijvoorbeeld je schildklierwaarde, kan je ook doorvragen over wat betekenen die waarden nou eigenlijk. En kan je ook vragen gewoon waar wil je me nou eigenlijk hebben in het traject. Zodat je op die manier gewoon goed geïnformeerd bent en weet wat het vervolg zou zijn.